dribbel van Mokhtar. Voorzet Aschente levert de eerste hoekschop op. En die is voor Beck. Hier is de eerste corner. Roerse en hij zit erin via Avdić. Dat is snel zeg. 1 minuut en 6 seconden. Al vaak benadrukt door Koeman dat Feyenoord zoveel doelpunten tegenkrijgt uit standaard situaties. Het is hier vroeg in de wedstrijd niet anders. Raakt Pellè de bal ook nog? Dat is de vraag. Misschien is het zelfs wel de knie van Pellè. En niet de voet van Avdić. Eigen doelpunt dus. Lachman omzeilt zo Vilena. Avdić. Slot. Goede bal zeg. Hier gaat Lachman. Lachman en het is 2-0. Een schitterend doelpunt van PEC Zwolle. Want Lachman zet deze aanval zelf op. Wat een begin van deze wedstrijd. Is Feyenoord nog niet wakker soms? Slot, 1 keer raken. En een ragfijne paas. En ook Mulder gepasseerd. 2-0. Darryl Lachman. Tweede doelpunt van het seizoen voor hem. En een desastreus begin van deze wedstrijd voor Feyenoord. Korte corner, Clasie. Voorzet Vilena. Pellè. En zo is Feyenoord dichtbij een doelpunt via Graziano Pellè. Slot. En dan gaan ze weer. Publiek op de banken in het IJsseldelta Stadion. Omdat de bal zo makkelijk rondgaat. Boëtius. Ja, ruimte voor Pellè. Boer, goede redding, een leeg doel. Maar Verhoek krijgt de bal er niet in. Wat een kans voor Wesley Verhoek om iets terug te doen voor Feyenoord. Groter gaan de kansen niet worden vanmiddag. Martins Indi, goed opengedraaid. Vilena, Pellè wijst. Nu uit de draai. Pellè. Zo is Feyenoord wel aan de beterende hand in deze wedstrijd. Staat zijn blik nog altijd niet op vrolijk. Clasie, grote passen en een goede paas. Boëtius, geen buitenspel. Uitzoeken, nou, voor wie? Broerse, ook onrustig. Immers had de bal op Clasie kunnen geven, dat duurt te lang. Omhaal Pellè, oh, die zit er schitterend in. En daar is de aansluitingstreffer voor Feyenoord. 16e doelpunt van het seizoen voor de Itoyan. En buiten bereik van Boer valt de omhaal binnen. 2-1. Immers, Pellè vraagt. Nou, dan zit Lachman ertussen. Boëtius. Hoekschop. Zo toont Feyenoord veerkracht. Clasie. Daar is 2-2. Graziano Pellè. Is hij belangrijk, zegt voor Feyenoord vandaag. Ontlading en de verbeten blik op het gezicht. Zo van, we zijn weer terug in deze wedstrijd. Goeie corner. Met overtuiging bij de eerste paal is Pellè daar. Matthijssen. Broerse kansloos ten opzichte van Pellè. Goed paasje. Oh, Vilena. Zo fraai, vrij voor de keeper gezet door Immers. Niet besteed aan Vilena in deze situatie. Pluim, mooie schijnbeweging. Slot. Weer op maat. Narsingh. Avdić. Geweldige redding. Mulder. Mooie aanval van PEC Zwolle. En zo blijft de tweede helft ook erg leuk om naar te kijken. Pellè blijft daar zijn duels wel winnen. Janmaat. Schaken. Toch maar buitenom. En een goede voorzet. En Pellè. Dat had doelpunt nummer 3 kunnen en moeten zijn voor Graziano Pellè. Goed hakje van Mokhtar. En de hoekschop via Janmaat. Het publiek hier in het stadion geniet met volle teugen van deze wedstrijd. En terecht. Corner, Klich. Mulder zit ernaast en daar is het doelpunt van Avdić. Zwolle staat weer op voorsprong. Nu maakt hij hem wel zelf. Mulder verdwaalde daar in zijn eigen doelgebied. En kon niet meer bij die bal komen. En weer krijgt Feyenoord een doelpunt tegen uit een standaard situatie. 18e keer dit seizoen. Boëtius. Martins Indi durft hij te schieten. Hij kiest voor een paasje tussendoor. Flipperkast en oh, bijna 3-3. Pellè. Klaarleggen, Martins Indi. Houdt PEC Zwolle stand. Vrij hier Vilena. Pellè! En Boer. Nu valt hij goed voor Immers en oh, de redding van Boer nog met de voeten. Wat een sloot kansen heeft Feyenoord gehad in de tweede helft om een derde doelpunt te maken. Feyenoord verspeelt kostbare punten hier in het IJsseldelta Stadion. PEC Zwolle wint met 3-2 van Feyenoord na een heerlijke wedstrijd.